Hallo, welkom allemaal bij een nieuwe replay en ook een nieuwe speler die nog niet eerder op mijn kanaal is verschenen. We kijken mee met Revelations en Revelations is een vriend van Zikrom, een van mijn bekende Tsjechische tank supplier qua replays. En de heren spelen in platoon met elkaar en er is ook nog een derde persoon bij, Viking. En ze zitten hier op fantastische matchmaking. Revelations en Viking zitten in de IS-2, de IS-2 Berlin versie moet ik zeggen. Dat is dan de Russische variant van de IS-2. De niet echt heel erg goed gebalanceerde tank, want deze tank is top-tier belachelijk overpowered natuurlijk. En Zikrom speelt in een stok, stuurder Emil. En ja, die gaat een wat minder leuk potje tegemoet. Maar Revelations hier heeft echt een monsterpot. En dat allemaal in iets van 5 minuten tijd. En dat laat ook meteen zien hoe belachelijk overpowered deze tank is. De tank heeft 390 alpha. Natuurlijk net als de IS. De reguliere tier 7 Russische heavy tank. Maar ja, deze tank is... volgens mij heeft hij nog een snelle reload ook. Nou ja, het is gewoon niet echt eerlijk. Het is kicking puppies. En daar gaan we dus ook naar kijken de komende 4,5 minuut. Naar het kicken van puppies. Als je in dit soort matchmaking terechtkomt, ja, dan moet je daar ook wel gebruik van maken. En ja, aimen dat doen we natuurlijk ook niet, want we spelen in Russische tanks. Dus we aimen nauwelijks, we snapshotten alles. De eerste 3 schoten die Revelations doet zijn 3 snapshots. Nou, daarvan gingen slechts eentje niet raak. En die andere 2 gingen prima raak, waarvan er zelfs 1 een Amorek is. En die een arme tier 5 tank mee one-shot. Wat we natuurlijk ook doen is, buiten niet aimen, is highrollen. Dus hier loopt weer een mooie highroll van 4-18 op een Tiger 1, zijn onderplaat. En die heeft nog wel zin in nog meer. En laten we gewoon nog een keer highrollen voor 4-28, want Russia, comrade, Russia, no problem. En kijk eens hoe snel die damage dan stackt. Hup, nog een Heidel, 403. En heeft hij met 3 Heidels op rij die Tiger 1 afgemaakt, die geen schijn van kans had. En hij is alweer herladen om de T-34-1 hier af te schieten. Zowaar een mis. Het is niet te geloven. Ja, het leuke is dat deze tank dan ook nog wat armer krijgt, dus die T-34-1 bounce gewoon op hem. En dan in tweede instantie weet Revelations hem wel af te maken. En heeft hij al 3 kills te pakken en we zijn net 3 minuten onderweg. Hij heeft hier de achterkant van een Oni. Die weet hij mooi te trekken. Die Oni bounce zelfs op hem. Nou, zo waren twee redelijke gewone rolls op rij. En dit keer weet de Oni hem wel te raken. Dus dat is eigenlijk pas de eerste damage die Revelations zelf krijgt. Ja, die Oni heeft geen schijn van kans als hij zo getrekt blijft staan. En het is ongelooflijk, die andere, die Chiri hier en die OI hebben echt totaal niet in de gaten dat Revelations hier is. Pas nu hebben ze het in de gaten, dus het is echt kicking puppies. In zijn puurste vorm. Sidescrapen tegen een Chiri is natuurlijk geen probleem. Ja, die Chiri is een one-shot. En heeft Revelations al 4000 damage gedaan. En 5 kills. En is de OI het volgende slachtoffer? Of is het deze Hellcat? Hij kiest voor de Hellcat. Want de OI is in cover gegaan. En hij switcht naar HE hier. Op die Hellcat. Ja, en ook de Jagdpanzer 4 kan je met HE volgens mij wel pennen. En kijk eens even aan. 535 met HE. Ah, het wordt hier nu toch wel wat druk. Kijken hoe hij hiermee omgaat. Hij switcht in ieder geval weer terug naar AP. Je moet natuurlijk oppassen dat die OI hem niet in zijn achterkant bent. Want die OI kan hem volgens mij wel killen. Maar het lijkt op alsof die OI niet met de derpgun speelt. Want hij bounced hem. Volgens kiest Revelations er heel wijselijk voor om de Hellcat te rammen. En hier zien we inderdaad de bevestiging dat de OI niet met de derpgun speelt. Want hij doet maar 300 damage. Dus het was een ander soort gun.
Hij weet hem wel te pennen en daardoor is Revelations nu zowaar een one-shot. Maar die OI kreeg een APCR-shell in zijn bakkers, want ja, Revelations is inmiddels door zijn AP-shells heen. Hij heeft zoveel ass moeten kicken. En in stijl maakt hij ook nog even die jachtpanzer 4 af met een Amorek. Het is echt niet te geloven hoeveel Stalinium er was in deze game. Laten we gaan kijken naar de statistieken. Ja, om in termen van Jingles, ome Jingles te spreken. Ik denk dat Revelations aardig wat politieke dissidenten heeft gesacrificed aan de gulag. Waardoor Stalin uit de krochten van de hel omhoog kwam om al zijn shells te guiden. En vooral ook lekker veel high rolls te genereren. Want dit was echt weer zo'n typische Russia potje waarin alles mocht. En een trits aan medailles. Niet verrassend de Ace Tanker medaille. Een Radley Walters medaille voor de 9 kills. Een crucial contribution, want blijkbaar hebben zijn teamgenoten ook nog wat gedaan. Ik heb er eigenlijk niet eens op gelet, maar dat gaan we zo wel zien. Een steelwall medaille voor het bouncen van aardig wat shells. De high caliber medaille en ook nog de gratis Top Gun medaille. En ja, Revelations heeft 5,7k damage gedaan, 9 kills. Goed voor een whopping 2102 basic experience. Ik moet zeggen, ik ben toch wel verbaasd dat dat zoveel is. Natuurlijk was dit een hele goede game. En natuurlijk is bijna 6000 damage in een tier 7 tank vrij veel, maar 2100 basic experience voor zo'n makkelijke game eigenlijk is echt een belachelijke beloning. Maar goed, nog meer Russia wat dat betreft. Ja, en Zikrom die heeft echt de meest gratis crucial contribution uit zijn WOT-carrière waarschijnlijk, want hij heeft zelf 0 kills en ook bijna geen damage gedaan. Het zijn Revelations en Viking die 9 en 3 kills respectievelijk maken en daarmee het platoons een crucial contribution medaille bezorgen. Want ja, het is niet alsof Viking ook heel veel heeft gedaan. Die heeft 1600 damage in 3 kills. Het is echt Revelations game wat dit betreft. En kijk eens naar de tegenstander. Geen enkele tank die meer dan 1000 damage heeft gedaan. Dit was echt kicking puppies in het kwadraat. Ja, 18 keer geschoten, 16 hits, 16 pens. Ja, typisch Russia. Super inaccurate gun. Eigenlijk zou hier moeten staan 18-10-8 of zo. Maar nee, het is Russia accuracy. Dus dat betekent dat je bijna alles raak schiet. Hij heeft ook nog 1046 assistance damage. En het is een premium tank. Niet eens zo heel veel premium shells geschoten. Dus hij wint ook nog eens even 108.000 netto credits. En het was in een keer 3 weekend. Met nog een bonus voor premium vehicle. En dus met een premium account komt hij zelfs uit op 1000 XP. Ja, en dat is echt monsterlijk veel. Maar ja, nogmaals, die 2102 basic experience is echt bizar veel. En ja, ik vraag me eigenlijk af hoe dat kan. Maar wat er mede aan bijdraagt is dat hij natuurlijk al zijn target zelf gespot heeft. En zo'n beetje in die tanks heeft gestaan om ze te damagen. En dat ja, hoeft het dus niet de experience te delen met andere tanks. En dat helpt natuurlijk wel. En ja, 9 kills en 6000 damage is natuurlijk ook wel een impressive resultaat. Ja, Zikron, bedankt voor het insturen van de replay. Want jij hebt ervoor gezorgd dat dat replay naar mij toe kwam. En Revelations, bedankt voor deze les in het kicken van de puppies. Jullie allemaal weer bedankt voor het kijken. En tot snel.